Chris, wie was de tegenstander vandaag? MVV. En hoe ging de wedstrijd tegen MVV? Redelijk. En wat is redelijk? Kun je daar wat duidelijk in zeggen? Ja, eerste helft moesten we eigenlijk gewoon voor beter zijn, want het middenveld, ja, een beetje heel kort op elkaar. Dus we moesten meer uit elkaar gaan staan. En hoe ging dat in de tweede helft? De trainer had gezegd wat we moesten doen. En toen ging het wel weer wat beter, alleen moeten we nog steeds meer op trainen. En hoe was je eigen prestatie op het veld vandaag? Ik vond het zelf wel goed gaan. Vertel me wat je goed vond gaan. Aanbieden, doorbewegen. Dus ja, dat soort dingen. Zijn er ook nog punten die de volgende wedstrijd beter wil doen? Als de spits in de bal komt, dan komen ze dat hij kan kaatsen op mij en dat ik dan naar de buitenspeler kan spelen. Wat vond je van de uitslag, Chris? 4-0, ja. Goede prestatie alleen. Kan nog beter. En heb jij ook nog in de wedstrijd een doelpunt gescoord? Het laatste doelpunt. En kan je die beschrijven? Want we schepten de bal. En de linksback die speelde mij in de 16 aan. En de aanname vooruit en een goal. Zeg maar. En als je het een cijfer mag geven, je eigen doelpunt, 1 tot 10? Het is niet zo'n heel mooi doelpunt. Ik kan nog meer mooie doelpunten maken. Een 7 of zo. Ja, we weten nu, de eindstand is 4-0 geworden tegen MVV. Hoe vond jij de teamprestatie vandaag? Nou, ik vond het wel goed gaan, alleen soms was het een beetje slordig en geen zuivere pasen. Ja, en na die zuivere pasing, wat was er nog meer slordig? Of was dat het enige? Ja, het middenveld stond iets kort. Ja, dat was het dan. En hoe stond de verdediging vandaag? Hebben jullie bijvoorbeeld veel kansen tegengekregen? Nee, we hebben gewoon goed op de nul gehouden. Niks weggegeven. En je eigen spel, hoe is dat gegaan vandaag? Ja, ging wel goed, maar kan beter. En wat kan er dan beter? De passing en opdribbelen. En wat ging wel heel goed? Gewoon schieten en mannetje uitschakelen en kort op de man zitten. En rugdekking geven aan Terrence, of Jussie. Ja, ik gaf net aan, de einduitslag is 4-0. En je hebt ook een keer gescoord. Ja, kun je de doelpunten omschrijven? Ja, het derde doelpunt. Ja. Er werd een overtreding op Walid gemaakt door de verdediger. En ik nam die vrije trap en ik schoot hem mooi in het rechte hoekje. En hij was ook precies bedoeld om door de muur heen te schieten? Nee, dat niet. Hoe had je hem dan het liefst gespeeld? Of geplaatst? Ja, rechts gewoon wel gerest, maar zeg maar om de muur heen gedraaid. Maar wel uiteindelijk in dezelfde hoek. Ja. Oké. Kan je een cijfer geven voor de vrije trap die je gaf? En dan weer van 1 tot 10. Tot en met 10. Een 7. Een 7.